nou, je hebt al een aardige cv, maar promotie met Go Eagles naar de Eredivisie, dat kun je er nog aan toevoegen. Dat had het nog niet op, nee. Nee, had al gekund in de eerste twee jaar van mijn carrière, maar toen niet gelukt en nou lukt het wel. Ja, prachtig. Omschrijf dit gevoel eens. Ja, kijk maar naar die mensen, kijk hoe het leeft. Dat wij dat bij elkaar gedaan hebben, dat is gewoon heel uniek. Zo lang geleden. En je zag ook aan het einde van de play-off zag je dat we steeds meer een groep werden. En nou, toen dacht ik al, toen wij Dordrecht hadden verslagen, van nou, we krijgen VVV, daarna krijgen we Volendam en we promoveren gewoon. En dat zag je ook, VVV vonden we relatief simpel. Volendam thuis, die vandaag had al een moeilijkere wedstrijd. Maar toch zie je dat iedereen met elkaar blijft, elkaar helpt. Dan, ja, dan kan je gewoon hele mooie dingen bereiken en dan promoveren. Ja, en terecht, hè, gewoon een verdiende winnaar van de play-offs. Ja, ja zeker. Zeker op het einde van de rit, wat ik zeg, komen we steeds meer bij elkaar. En gingen we steeds meer voor elkaar doen en elkaar helpen. En ja, dat is de sleutel tot succes. Samen aanvallen, samen verdedigen. En dan krijg je echt een hele goede samenhang in de groep ook met elkaar. En, nou, kijk, en dan zie je dit. Alle mensen, het leeft zo enorm. En het is heel mooi om daar deel van te mogen uitmaken. Jullie hebben een trainer die debuteert als hoofdtrainer. Wat is zijn rol geweest? Ja, Ten Hag heeft gewoon heel duidelijk geweest. Hij heeft gelijk duidelijke patronen ingeslepen. Iedereen weet wat hij moest gaan doen. Met een duidelijk plan. Jongen die niet speelde. De wedstrijden, iedereen wist een beetje waar hij aan toe was. En heel professioneel alles gedaan. En dan hebben we dingen veranderd binnen de club. We hebben nieuwe kracht opgekregen en zo. Dus het is veel meer professioneel geworden dan wat het was. En daar heeft hij zeker een hand in gehad. En voor hem is het natuurlijk ook prachtig dat hij gelijk inderdaad, wat je zegt, beginnen trainen en promoveert. Ja, prachtig. Jouw toekomst was nog onduidelijk. Maar nu je naar de Eredivisie gaat, ga je toch nog een jaartje door of niet? Ja, dat zou je. Dat, weet je, ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Ik heb dit jaar best veel blessures gehad. Kijk, het moet op een gegeven moment niet zo zijn dat je weer een jaar met zoveel blessures hebt. Dat sowieso. Maar aan de andere kant is voetbal het mooiste wat er is. En in de Eredivisie is het toch mooier. Hè? Alle mooie stadions uitspelen. Dat zou ik heel erg mooi vinden. Alleen aan de andere kant moet je wel ook geloofwaardig blijven. En dan moet het ook allemaal wel haalbaar zijn. En moet je kijken naar het perspectief wat je hebt. Dus we moeten er maar even goed over nadenken. Wat ik sowieso heel graag wil is bij de club verder. En welke manier, daar moeten we nog maar even gaan bekijken. Maar juist in de Eredivisie kan jouw ervaring toch van grote waarde zijn? Ja, inderdaad. Mits ik fit ben. Kijk, en dat is nou helemaal, dat kunnen we helemaal niet zien in de toekomst. Hè. Je kan niet zeggen van nou, ik ben fit in een jaar. Kijk, afgelopen jaar, hele voorbereiding fit. Eerste wedstrijd meegedaan, ging goed. En je hebt alleen maar daarna gekwakkeld. En heb ik toch te weinig wedstrijden gespeeld. En dat frustreert mij wel. Elke keer maar weer terugkomen. En dus je kan op verschillende manieren bedenken. Oké, ik heb eerder ervaring, dat hebben we nodig. Moet ik wel fit zijn. Dus ja, het heeft wel verschillende kanten van de medaille waar ik even goed over na moet denken. Hoe gaat het eigenlijk als je ouder wordt? Ga je dan meer genieten van de feestjes of heb je alles wel een keer meegemaakt? Nee, ik heb het wel een keer meegemaakt, maar het blijft natuurlijk mooi. Het is het hoogste haalbare om te promoveren. En niet via het kampioenschap, maar dan wel via de play-offs. Dat blijft mooi. En we gaan mooie feestjes vieren vanavond en morgen. Dus, en daarna ga ik lekker op vakantie en dan hebben we weer een jaar afgesloten.